Goeiedag, we hebben een rustig weekend voor de boeg met flinke zonnige perioden, ook wolkenvelden en het blijft zeker niet overal droog, want met name zaterdagavond en tijdens de nacht naar zondag krijgen we met wat buien te maken. Dat kunnen lokaal best wel actieve buien zijn, maar voor die tijd is het nog overwegend droog met morgen geregeld zon. Hier trekt dat buiengebied over ons land, met dus lokaal ook onweer, zeker in het oosten van het land. Maar zondag draait de stroming dan wat meer naar het noordwesten, wordt het weer overwegend droog met vrij veel ruimte voor de zon. Na het weekend zien we de wind juist naar het zuiden tot zuidwesten draaien en krijgen we met dit opklaringsgebied te maken flink wat ruimte voor de zon in de loop van maandag en vooral dinsdag en dan gaat de temperatuur ook een behoorlijk stuk omhoog. Nou, voordat het zover is, hebben we met eigenlijk hele normale temperaturen te maken voor deze tijd van het jaar. Zo ook vanavond, halverwege de avond is het een graad of 20 en daarbij schijnt de zon vrijwel overal volop. Nou, komende nacht neemt dan de bewolking langzaam wat toe vanuit het westen. Daardoor wordt het niet veel kouder dan 14 tot 17 graden en waaien doet het eigenlijk nauwelijks kracht 1 of 2 uit veranderlijke richtingen. Nou, die wind gaat morgen geleidelijk uit een westelijke richting waaien, neemt toe aan de kust matig en misschien in het noordwestelijk kustgebied zelfs af en toe even vrij krachtig. Dat is een windkracht 4 tot 5. En de ochtend verloopt dan overwegend droog, maar morgenmiddag ontstaan verspreid over ons land steeds grotere stapelwolken die vanaf de namiddag kunnen uitgroeien tot een paar buien. En met name morgenavond zijn landinwaarts best wel een paar stevige buien mogelijk, met daarbij lokaal ook onweer. Nou, zondagochtend trekken de laatste buien dan naar het oosten weg. Met name langs de oostgrens kan dat nog wel eens tot de middag gaan duren. Maar tijdens zondagmiddag klaart het dan op vanuit het westen, komt de zon weer tevoorschijn en wordt het gemiddeld een graad of 23. Overigens is het daarmee wel net iets aan de koele kant voor deze tijd van het jaar. Dat geldt niet voor maandag en dinsdag, want dan krijgen we met behoorlijk warme lucht te maken. De temperatuur loopt op naar 26 tot 28 graden. En dinsdag zou het in het zuiden van het land zelfs tropisch warm kunnen worden met 30 graden. Daarna neemt de kans op enkele buien opnieuw toe, wellicht ook met onweer daarbij, en gaat de temperatuur weer omlaag naar gemiddeld een graad of 23. En dat is een waarde die we tot en met volgend weekend en in elk geval daarna vasthouden. Ik wens u een goed weekend.